Ik ben Anwar Oulet Chaib, ik ben 20 jaar. Ik kom uit Utrecht en ik train bij Centrum Utrecht. Ik ben op mijn 8e begonnen met kickboksen. En mijn eerste wedstrijd vocht ik toen ik 9 jaar was. Ja, ik kwam naar de training. Volgens mij was het op een maandagavond. En toen hoorde ik van mijn trainer, hey, ik heb je aangemeld voor House of Glory. Toen zei ik ook van, oh echt? En eigenlijk ging iedereen erom lachen, een beetje, je toch? En toen werd ik gebeld dat ik op gesprek moest komen. Are you ready for the House of Glory? Toen ik naar buiten kwam op social media dat House of Glory en wie erin zat, toen werd ik in de klas gevraagd, hey, ik heb je gezien op Videoland dat je aan meedoet. Wie heeft gewonnen, wie heeft gewonnen, wie heeft gewonnen. Maar ik kon helaas niet vertellen toen nog wie er had gewonnen. Ja, ik moest met Badar zitten. En toen gaf Badari mij goede motivatie. Maar niet Beretti. Maar de vraag is, hoe graag wil je? Hoe graag wil je? Te graag. Anders. Van wie hou je het meest? Mijn ouders. Ja, bro, denk aan je ouders. Ik denk als ik de juiste dingen weet te zeggen, dan denk ik echt dat Anwar zichzelf kan overstijgen. Allah, fuck him. Deze man is ochtends opgestaan, dacht hij, weet je wat, ik ga deze man voor schut zetten bij zijn hele familie. Maar bro, het gaat hem nooit lukken. Je gaat knokken. Badr en Mike hebben mij geholpen, vooral met de mentaliteit. Ze hebben mij sterk gemaakt met de mentaliteit voor de wedstrijden. Ze hebben mij sterk gemaakt ook in de wedstrijd zelf. Blijf er gewoon in geloven. Bro, je slaat hard. Je slaat super hard. Je bent super scherp. Ik moet je altijd blij maken vandaag. Hoi man, je gaat ze fucking blij maken. Ik kom als amateur in House of Glory. Met allemaal ervaren jongens. Die mij allemaal hebben onderschat. Maar ik heb goed mijzelf bewezen daar. Ik heb mijn ding gedaan en daar heb ik mijn eerste profpartij ook gevochten. En zo heb ik mijn prestaties daar opgebouwd. Anwar Oulet Chaib! Je bent de eerste winnaar van House of Glory. Ik zat op een bolle opleiding. Dus ik deed 4 dagen werken, 1 dag school. En nu voor de voorbereiding voor 23 december ben ik tijdelijk gestopt. Want ik zit in de volle voorbereiding voor de wedstrijd. Mijn werk werkt eraan mee, ze hebben me gewoon vrijgegeven, zeg maar. Dus dat is wel een voordeel. En gelukkig dat ik dat kan doen. Het is wel rustig, maar heel, heel lief en zacht is hij. En dat zou je niet zeggen. Hij heeft een vechterskop, zeg maar. Hè? Dat is wel een klassiek. Maar hij is ook heel lief. Heel aardig zacht. Toen je gewoon had, stijl nog beter. Dankjewel. Zo zijn niet zoveel meer. Ja? Shake hands. Na het ronde wisselen. Gaat hij, kom maar. Hij heeft niks te verliezen. Dus hij kan alleen maar laten zien hoe ver hij kan schoppen. En hij verdient het ook. Los van House of Glory verdient hij het ook. Dus of hij nou nu 4 partijen heeft gedraaid of niet. Waarom zouden we geen ja zeggen tegen een kampioen te vechten? Kans moet je pakken. Als het mijn jongen was, had ik het ook gedaan. Kijk, hij had nog wel gezegd na die wedstrijd tegen Robin. Ik hoor dat het niet eerlijk zijn. Weet je wat, op Collision vecht ik tegen jou. En als ik dan voor jou eerlijk gewonnen heb op Collision, vecht ik dan daarna tegen Semmelier. Snap je? Dus hij is nog een verre gozer ook. Het is niet dat hij zegt van ja, kijk, ik heb gewonnen, Jacob Schaart, en kijk het maar. Nee, hij is gewoon nog verder in ook. Hij zegt, ah, joh. Dan doe het toch nog een keer. Ze zijn allemaal een beetje zeker van zichzelf. Ik vind alles toe. Of je nou wint of verliest, ik denk wel dat het een aanwinst is. Ik keek uit naar het gevecht natuurlijk en iedereen leeft mee om me heen. Mijn vrienden, mijn familie, na 23 december
En we zullen klaarstaan 23 december om de titel te pakken. Wat ik tegen Andy zou zeggen. Dat Andy zich heel goed moet gaan klaarmaken voor 23 december.